is a wonderful day. Vandaag is een hele mooie buitendag. For some time now. Voor enige tijd. We have been dealing with warfare. We hebben te maken met oorlog. Actually, we call it warfare. We noemen het oorlogsvoering. But actually, that is what life is all about. Maar dat is eigenlijk waar het leven om draait. You see, you study the Bible to know how to pray. Ziet u bestudeert de Bijbel om te kunnen weten hoe u moet bidden. And to know how to fight. En ook om te kunnen weten hoe te moeten vechten. Spiritually. Geestelijk gezien. And naturally. En ook natuurlijk gezien. That's why we study the Bible. En daarom bestuderen we onze Bijbel. Now, if I want to know whether the Bible is really ruling your life. Nu, als ik wil weten of de Bijbel echt uw leven beheert. The first thing that the Bible will produce in you is a prayer life. Het eerste wat de Bijbel dan in u produceert is een gebedsleven. Are you getting it? Begrijpt u dit? When the Bible is ruling you. Wanneer de Bijbel u beheerst. You will pray. Dan zult u bidden. People that they call them, that they have great faith. Mensen die ze mensen van groot geloof noemen. Are great prayer people. Zijn mensen die een geweldig gebedsleven hebben. Pray about everything. Ze bidden voor alles. They pray, they always pray. Ze bidden altijd. So today, dus vandaag. We wanna get into the real stuff. Willen we het echte werk binnen gaan. We have been learning about persecution. We hebben geleerd over vervolging. I can stay there the whole day. En daar kan ik de hele dag bij blijven. And the whole year. En het hele jaar. But I have to go into the real stuff. Maar ik moet het echte werk binnen gaan. We have to go a little bit further. En we moeten dus iets verder gaan. Tell somebody we have to go a little bit further. Zeg tegen iemand, we moeten een beetje verder gaan. Tell somebody we must move a little bit further. Zeg tegen iemand, we moeten een beetje verder gaan. Hallelujah. Now open your Bibles. Nu mag de Bijbel openen. Open your Bibles. Hallelujah. Hallelujah. To the book of 1 Peter. En we gaan naar het boek van 1 Petrus. 1 Peter. Wow. It's okay. I will use whatever Bible I have. I wanted to read from the Living Bible, but I think I will use the one that I have here. Hallelujah. 1 Peter. 1 Petrus. Thank you, Spirit of God. Breathe on your word, Father. Let it take root in the life of your children. Teach me myself that I am preaching. Speak to my own heart as I bring the word. In Jesus' name, amen. We, for some time, we deal about persecutions and the trials and the challenges in our lives. And the Lord, help us to understand why. Tell somebody why. Nou, enige tijd hebben we over vervolgingen, beproevingen en de moeilijkheden in ons leven. En zeg eens iemand waarom. One of the targets of the devil. Een van de doelen van de duivel. Is to see that you have a passive mind. Is om te kunnen zien dat u passief bent in uw verstand. A passive mind. Een passief verstand. Is a mind that accepts everything. Is een verstand dat alles maar accepteert. And call it the truth. En dat noemt het dan maar de waarheid. You believe in everything. Het gelooft alles maar. Okay. You are passive. Je bent dan passief. So when you go through stress, dus wanneer je dan door stress zit, you accept it for what it dan is. Accepteert je dat gewoon voor wat het is. You are passive. Dan ben je dus passief. The way you do your things. De manier hoe je dingen doet. You are passive. Dan bent u dan passief. You can easily be tossed about by every wind. Dan kunt u overal doorheen en weer geslagen worden. Today it is summer day, so you are running to Jamaica to receive sun. And when the sun, you hear that there is another sun in Africa, you are watching there. So a passive mind gets everywhere. Hallelujah. En wanneer u hoort dat er ergens zon is in Jamaica,
straks is in Afrika, dan redt u daar weer naartoe. En dat betekent dus dat u passief bent in het verstand, want u accepteert maar alles en u rent maar overal naartoe. Now last time. En de vorige keer. I told you people. Heb ik u al gezegd. That God uses these persecutions to bring something great out of our lives. And last week, we study about God. We use persecution to bring you to your destination. How many of us remember that? En vorige keer hebben we gehoord dat vervolging ook gebruikt wordt om tot uw bestemming te komen. En dat er uit vervolgingen, dat hebben we de laatste tijd geleerd, goede dingen uit voortkomen. Now, First Peter said. Nu 1 Petrus vertelt ons. Therefore. Underline your Bible. Therefore. Is that what the Dutch Bible said? Therefore. 1 verse 13. 1 Petrus 1 vers 13. King James Bible says, wherefore, the New Living, the New King James Bible says, therefore, the Amplified Bible says, let me open it. Are we there? What did the Dutch Bible say? Now you have to understand something today. You're about to enter into one of the most profound ministry of Jesus. Why Jesus succeeded in everything that he does. Hallelujah. Tell somebody, Jesus succeeded. En Jesus geslaagd in alles wat hij deed. I too must succeed. Ik moet dus ook slagen. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Hear what the Bible says. En hoor hier wat de Bijbel zegt. First Peter. 1 verse 13. He said, so brace up your mind. The emphasis there is so. The emphasis there is so. In the book of a New King James Version, he said, therefore. What is the therefore? Why the therefore? En waarom de daarom? En de nadruk wordt gelegd op dus. The therefore means. De daarom betekent. Knowing very well. Dat u heel goed moet weten. What persecution does. In your life. Vervolging doet in uw leven. What God uses persecution to produce in you. En waar God vervolging voor gebruikt om te produceren in u. God uses persecution to produce something. Want God gebruikt vervolging om iets te produceren. He says so based on that knowledge. Hij zegt dus gebaseerd op die kennis. Make up your mind. Zet uw zinnen er dan op. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? When you are ignorant of the will of God, wanneer u onwetend bent van de wil van God, you can act anyhow. Dan kunt u zomaar dingen doen. When you don't know what God want to do with you, wanneer u niet weet wat God met u wil doen, you can behave anyhow. Dan kunt u zich zomaar anyhow gedragen. When you don't know the danger of something, wanneer u het gevaar van iets niet weet, you can still be playing with that thing. Dan kunt u nog steeds daarmee spelen. You can even be thinking you know, you can manage it, that you are playing with it. But when you really know that you know that you know that you know that you know. Maar wanneer u echt weet dat u weet dat u weet dat u weet. Your attitude towards that thing will change. Dan zal uw houding jegens dat ding veranderen. Your mind. Uw verstand. Your conception. Uw inzicht. The way you face the thing. De manier hoe je naar dat ding omgaat. Will be different. Zal dan anders zijn. Because you know. Omdat u dan het weet. Because you know. Omdat u dan weet. And because you know. Not because somebody is still telling you a story. En niet omdat iemand u zomaar verhaalt. Now you know. Nu weet u het goed. Now you have an experience. Now you understand. En nu begrijpt. So you are facing that thing. Dus u kijkt dat ding recht. With a mind that is alert. Met een verstand dat heel alert is. With a mind that is active. Met een verstand dat heel actief is. With a mind that is willing to fight. Met een verstand dat die gewillig is. If you know that this is how the devil attacks you. En als u weet dat dit is hoe de vijand. You will prepare yourself for that fight. You will not just be passive. Dan zult u niet zomaar passief. You will make up your mind. Maar dan zult u zien. This is how it comes. And I am ready for that fight. Klaar voor dat gevecht. Is somebody getting me? Now Jesus. Jezus, our Lord. He knew the purpose of trials. Hij wist het doel van die beproevingen. He
mens. Dat betekent... Be alert! Dat u nuchter moet zijn. Waakzaam. Every day. Elke dag weer. Be alert! Wees alert! Destroyers can come anytime. So, be alert! En deze beproevingen kunnen dus elk moment arriveren. Dus wees er alert op. When it shows up. Wanneer het verschijnt. Make up your mind. Dan zet uw zinnen erop. Don't cry. En ga niet huilen. Don't weep. Don't say look at my life. Zeg, nee, make up your mind to say shit. Nee, maak het besluit om er gewoon recht tegen in te gaan. Because now you know. Nu weet u het. Before you did not know. But now you know. Maar nu weet u het wel. So face it. Dus kijk het recht aan. For what it is. En ga het aan. That is how you win. Dat is hoe u wint. The Bible says. De Bijbel zegt. Resist. Resist. The devil. De duivel. Resist. In other words, you are not just standing foot to foot with him. But you are taking him down. And the Bible says, he will flee from you. And the Bible says, dan zal hij van u vliegen. So he said, therefore. Dus hij zegt, daarom. Tell somebody, therefore. Zeg iemand, daarom. You know, when you are reading your Bible. Weet je wanneer u uw Bijbel leest? Never you rush. Doe dan niet overhaast. When you come to text like this, therefore. Wanneer u underline it. Slaat, en u komt bij go back to your dictionary. And ask yourself, why therefore? En ga dan terug naar die woordenboek en vraag jezelf af, waarom staat er nou daarom? That means, en dat betekent, the previous verses, dat de vorige versen, the previous chapters, de vorige hoofdstukken, the man of God has been saying something, dat de man van God al daar iets heeft gezegd. That means God has been saying something. En dat betekent dus dat God iets zegt. The therefore means, dat daarom betekent, based on what I have been saying, gebaseerd op wat ik heb gezegd, based on what you now know. Gebaseerd op wat u nu weet. Therefore, take action. Daarom onderneem dan actie. This is the point where you start becoming violent. En dit is het punt waarop u heel erg gewelddadig begint. You start acting like you are crazy. U begint zich dan gedragen als een people begint. Will laugh at you. Mensen zullen u aankomen. But you know you are facing a real enemy. U weet dat u de echte vijand voor uw neus staat. Because the enemy that you face. Want de vijand voor uw neus staat. Is not people. Zijn geen mensen waar u mee te maken hebt. Het zijn geen dingen you touch, die je kunt aanraken. You can be in love so much with money. U kunt zo verliezen. The problem is not money. Maar het probleem is het there's an evil that they call it mammon. Kwaad wat erachter zit en dat heet mammon. It's around you. En dat is rondom u dan. That is what you are dealing with. En dat is waar u daarmee te maken heeft. So you can be calling money. Dus u kunt... The devil doesn't mind though because the fight did not start yet. En de duivel neemt u dan niet kwalijk want het gevecht is daarmee nog niet begonnen. Until where? Totdat wanneer you address that mammon for what it is. Je mammon adresseert voor wat het is. You address the entity for what it is. En je adresseert die entiteit. Then you take some fast. Dan gaat u op vast. You take some discipline. Dan gaat u discipline. And you stand against that spirit. En u tegen die geest. Then the devil will flee from. En dan zal de duivel van u vliegen. Washka, je boosje. The devil doesn't leave because you just make some noise. Want de duivel gaat niet gewoon weg omdat u gewoon praat. He knows the difference between noise makers and action speakers. Hij weet namelijk het verschil tussen praatjesmakers en actienemers. It is easy for you to say yes, this thing, don't worry, it's fine. Het is heel makkelijk voor hem te zeggen van ja, dit ding maakt me druk. He knows when you are just talking. Hij weet wanneer u alleen maar aan het praten bent. And when you are putting things in action. En wanneer u daadwerkelijk dingen in the actie. The devil knows a passive mind. De duivel kent een passieve mind. And the devil also knows an active mind. En de duivel kent ook een actieve mind. An active mind do less of talking. En een actieve and do more of action. Minder praten en meer actie ondernemen. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? Now there are two key verses in this thing. En nu zijn er twee sleutelversen hierin. It said therefore. Het zegt daarom. Get up. Omgord. The loins of your mind. Dus de lendenen van uw verstand. Be spiritually alert. En wees nuchter. Fasten your mind. En vestig uw hoop. Be sober. It says two things. It says twee dingen. Be alert. Het zegt wees alert. And be sober. En wees waakzaam. Be alert. Wees alert. And be sober. En wees waakzaam. That word sober. En dat it means be disciplined. Waakzaam betekent dat u gedisciplineerd moet so zijn. So you are dealing with two things here. Alert is not enough. You can be alert of something. Alert zijn is dus niet goed. But when you are not disciplined with your lifestyle. Maar wanneer u niet gedisciplineerd bent. The devil will still overtake you. Dan zal de duivel u nog steeds kunnen overnemen. I don't get it. You can be alert of diabetes, but you are not disciplined about what gets into you. Diabetes is still overtaking. Nee, dat is
roepen. But it's also called to be disciplined. Alert te zijn. Being alert and being disciplined. Alert en brings about the manifestation of the will of God in your life. Dat brengt de manifestatie van de wil van God in uw leven. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? Now don't get me. Don't bother about me a little bit. Sometimes when I'm talking to you, it's like I'm talking to pastors. Because let me tell you, the real fight is from the pulpit. If you can defeat the devil on the pulpit, if you can defeat him on the altar, the people too will defeat the enemy. In other words, if they can understand what God is saying at that moment, if the word of God becomes plain, if it becomes uncorrupt, if it becomes unadulterated, and it comes the way it is, so much power and authority, and it takes all of the heart of the year, the devil will run overnight. Are you getting this? So, the Bible says, therefore, that is one statement. En dat is nog maar één uitspraak. Dit op de loins of your mind. Om God dus de lendenen van uw verstand. Be spiritually alert. Wees geestelijk alert. Be alert. Wees alert. Be sober. Wees nuchter. Be disciplined. En wees gedisciplineerd. So people. Dus mensen. Are alert of things. Zijn alert op dingen. But they have a weakness for that thing. Maar ze hebben een zwakte ergens voor. Because they are not disciplined. Omdat ze nog niet daar gedisciplineerd zijn. You can be alert. U kunt alert zijn. That too much snoep or whatsoever can give cause you to be sick. Dat te veel snoep ervoor kan zorgen dat u ziek wordt. But because you are not disciplined. Maar omdat u niet gedisciplineerd bent. Whenever you see snoep. Wanneer u snoep ziet. You are still partaking. Dan pakt u het nog steeds. You did not win yet. Dan heeft u dus nog niet gewonnen. You must be alert. U moet er alert op zijn. Alertness. En alertheid. Helps you not to be passive. Helpt u om niet passief te zijn. It creates an awareness in you. Het schept een waakzaamheid in u. An awareness. Een waakzaamheid. Ben discipline. Maar discipline. Schop de duivel eruit. I tell somebody, it's easy for you to say, you know, if I have 1 million, I'll be humble. If I have this, I'll be humble. You know, money is not my boss. I say, until when the money stands before you, when you are looking at the money, then somebody said you, that's the money. You are making 1 million in 2 weeks. You are making another 1 million in 3 weeks. You are making, now it will take Moshe Akaba, I say, Luda Asima Otoba, for you to be alert. That the love of money is the root of all evil. Then for you to be disciplined, you shift yourself at the side. You say, money, you are not my God. You say, money, you are not my boss. I am the boss over you. When I fall in love with you, you will destroy my life. So I will destroy you before you destroy me. En het is wel makkelijk om te zeggen van, ja, als ik 2 miljoen heb of wat dan ook. Oh nee hoor, daar ga ik niet buigen voor mijn mond. Maar wacht maar totdat die 2 miljoen komt. Wacht maar totdat elke week je 2 miljoen hebt. Nee, je moet in een bepaalde soort van snelheid gaan. Je moet in een bepaalde soort discipline gaan. Want op het moment dat u eraan toegeeft dat u erin verzeild bent, dan pas gaat u weten of u er verliefd op raakt of niet. Nee, u moet voortijdig al afhakken en afkappen en al disciplineren en weten van nee, dit kan ik niet maken, want dit kan me ergens anders brengen. Dit kan me op een pad brengen dat ik er wel voor ga buigen. The target of the devil. Het doel van de duivel. It's not just that he wants you to be discouraged. Is niet dat hij wil dat u ontmoedigd raakt. Those are little things. Dat zijn nog maar de kleine dingen. So when I see people that are still discouraged. Dus wanneer ik mensen zie die nog steeds ontmoedigd zijn. You are just still in the premature phase of Satan dealing with you. Dan bent u nog maar in de vroegtijdige fase dat Satan nog met u aan het afrekenen is. Yes, one time. Hij heeft maar één doel. To destroy you. En dat is om u compleet te vernietigen. He just has one time. Hij heeft maar één doel. The Bible says. De Bijbel zegt. He's a thief. Hij is een dief. He came to kill. Hij is gekomen om te doden. Hij is gekomen om te stelen. En hij is gekomen om te doden. Te stelen. He came to kill. Hij is gekomen om te doden. Te stelen. The most powerful one. Maar het meest machtig is dat hij komt om te vernietigen. If you are destroyed, en als u vernietigd bent, dan is het afgelopen met u. So what did the enemy say? That's what I said. All the time we were learning what we were learning, the Lord was preparing you to come to this place. En al die tijd was u aan het leren om te komen op dit punt. That's why I'm praying for the church. En daarom bid ik voor that many people attend Wednesday class. Because it makes you mature in God. Dat laat u volwassen worden in God. You don't just be a baby Christian. U bent niet dan gewoon zomaar een baby Christian.
understand my how to fist it. U begint te begrijpen hoe u dingen moet aanpakken. Somebody get to the book of Ephesians. Now I'm coming back to this. I am just putting some things in place. I told you that we enter now into the real stuff. Tell somebody warfare. Warfare. En we gaan naar het boek van Ephesians. En nu zijn we het echte werk binnengegaan. Ik zal straks op die tekst weer terugkomen. En zeg tegen iemand oorlogsvoering. We must know these things. We moeten deze dingen weten. If you don't know it. Want als u ze niet weet. Our Christian walk. Dan zal onze christelijke wandel. It's just a joke. Een grap zijn. Therefore. Daarom. Be alert. Wees alert. And be disciplined. En wees gedisciplineerd. Be alert. Wees alert and be disciplined. En gedisciplineerd. Therefore, daarom. Be alert. Wees alert and be disciplined. En wees gedisciplineerd. You need both. U heeft dus beide nodig. Most of the time we tell people, watch, 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 but you need both. En meestal zeggen ze tegen mensen, kijk uit, kijk uit, kijk uit, maar u heeft en wees waakzaam, maar u heeft deze beide dingen nodig. The Bible talk about the 10 virgins. De Bijbel spreekt van de 10 maagden. How some fell asleep. Hoe sommigen in slaap vielen. Some were weak. En sommigen wakker waren. En sommigen van hun geen olie in hun lamp hadden. See, all of them were alert. En ieder van ze waren alert. About the coming over de komst of the bride. Van de bruid. They were not disciplined. Maar ze waren niet gedisciplineerd. That's why when he showed up. En daarom toen hij verscheen. They missed it. Misten ze het. Only few. Alleen maar een paar. Get connected. Connected. And in your prayer life. En zelfs in uw gebedsleven. Must be discipline. Moet er ook discipline zijn. In Bible study. In je Bijbelstudie. You must be disciplined. Moet u ook gedisciplineerd zijn. You must come to a place. We moeten op een punt komen. Where you see, waar u zegt. I'm not reading the Bible because to show to God that I read my Bible. Ik lees niet de Bijbel om aan God te laten zien dat ik mijn Bijbel heb gelezen. Or to show to people that I read my Bible. Of aan de mensen te laten zien dat ik mijn Bijbel heb gelezen. Or to go close to somebody. Of om een Bijbelvers te kunnen opzeggen tegen een ander. I need it. Nee, maar ik heb het zelf nodig. It is my food. Het is mijn eten. It is food for my spirit. Het is voedsel voor mijn geest. So as I can make time. Dus zoals ik tijd kan maken om te eten. Let me also make time to the Bible. Tijd. And one of us. I need to shut myself out. Met andere woorden, ik moet mezelf apart zetten. I must discipline myself. En ik moet mezelf disciplineren. If I want to read my Bible. Als ik mijn Bijbel lees. I will not talk to nobody. I will not call nobody. I will not pick on my phone. I will discipline myself. Yes, I am alert. It's good for me to read my Bible. But I have to be disciplined if I want to receive what the Lord has for me. God wants us to have a disciplined mind. That disciplined mind is the Holy Ghost. Look at it. Ephesians 6, verse 14, I'm coming back. Ephesians 6, verse 14. Tell somebody, be alert. En zeg tegen iemand, wees alert. But be also disciplined. Maar wees ook gedisciplineerd. Therefore. Daarom. Get up the loins of your mind. Omgord dan de lendenen van uw verstand. Be alert. Wees alert. Fasten your seatbelt. En doe uw gordel om. Make up your mind. En zet u. But also. Maar ook. Be disciplined. Wees gedisciplineerd. Therefore. Daarom. Somebody say, pastor, you are here for a while. Yes. Iemand zegt, ja, pastor, u bent al een tijdje bedoeld. Because ja. Jesus. Omdat Jezus. Understood the death. And Jesus understood. Get up the loins of your mind. And Jesus also understood. Discipline. En Jezus begreep dus om God de lendenen van uw verstand. En Jezus begreep ook wat discipline was. The same spirit. En diezelfde geest. That was in Jesus. Die in Jezus was. That causes him. Die ervoor zorgde. To be alert. Dat hij alert was. That same spirit. Diezelfde geest. Enable him. Bemachtigde. To be disciplined. Om gedisciplineerd. That same spirit. Help him to face the devil. That same spirit is in you and I. Is ook in u en mij. With the same power. With the same authority. With the same voice. Dezelfde stem. It's no difference. Het is geen verschil.
I say it's no different. Het is dus niet anders. I say it's no different. Ik zeg het is niet anders. I say it's no different. Er is dus geen verschil. Ephesians 6. Ephesians 6. Verse 14. Vers 14. Moga abita yakaba. Liba yansanda utarakida yata. That's why when I hear people say, I know, I say, no, you don't know. When you really know, and you know, and you know, and you know, your attitude change. And when you really know, and you know, and you know, and you know, and you know, you start adding some discipline into it. The Bible says, add to your faith virtue. Add to your faith virtue. You must add something to your faith to make it complete. Tell somebody virtue. Among the virtues is discipline. Tell somebody discipline. En iemand zegt, ik weet, ik weet, ik weet. En iemand zegt, ik weet, en ik weet, ik weet. Nee, u moet er iets aan toevoegen dat u denkt dat u het weet. U moet er deugd aan toevoegen. De Bijbel zegt, voeg aan uw geloof deugd toe, vrucht toe. Dus u moet er iets aan toevoegen. U moet er discipline aan toevoegen. Discipline! Discipline! Dat is wat most Christians lack. En dat is wat discipline. De meeste christenen niet hebben. Discipline. If I stay with you for one week. I will see how disorganized you are. And I will see how passive you are in many areas. And the devil takes advantage of you. In the areas in your life that you choose not to be disciplined. He takes advantage. What is discipline? I have to pray for him. Ik moet om 4 uur bidden. That doesn't mean it's comfortable. Dat betekent nog niet dat het gemakkelijk afgaat. It's not easy for me to stand up for 4 a.m. En het is niet makkelijk voor mij om 4 uur 's nachts op te staan. My body doesn't want. Soms wil mijn lichaam dat niet. And I am disciplined. Maar ik ben gedisciplineerd to do so. Om het wel te doen. I am disciplined. Ik ben gedisciplineerd to go to my job. Om naar mijn werk te gaan. Like it. Ook al vind ik het niet leuk. Maar het is een keuze. I choose what to eat and what not to eat. Ik kies voor wat ik wel eet en wat ik niet wil eten. Simpel. Simpel. I will not get up in the morning and start eating cake when I can already bring some water and put some other things in my system. That will not even pass. I don't even know how it's going to pass. En ik sta niet 's ochtends op en begin cake te eten zonder dat ik eerst water heb gedronken of iets anders in mijn lichaam heb gebracht. Zo gaat het niet bij mij. You must be disciplined. U moet gedisciplineerd zijn. You have to be alert. U moet alert zijn. You have to be disciplined. Maar u moet ook gedisciplineerd zijn. Take the devil out of your system. Om de duivel uit het systeem te halen. Moet u alert zijn. You have to be disciplined. U moet gedisciplineerd this zijn. Battle. En deze strijd is gebeurt in, your heart. In uw hart in your mind. En in uw verstand. That is the battlefield. Daar is namelijk het strijdveld. You see, because before you become a prey to something, you were already defeated within. En voordat u ten prooi aan iets bent gevallen, was u al van binnenin verslagen. If I see how you act towards things in the physical, is what already took place in the spirit. En als ik zie hoe u fysiek reageert, dan weet ik wat er al plaats heeft gevonden in de geest. Things don't just happen. Want dingen gebeuren niet zomaar. You see, man lives in two worlds. Ziet u, de mens leeft in twee werelden. Whether you are a Christian or you are not. Of u dan wel of niet een christen bent. You function in two worlds. Christians function in the kingdom of God and we are here in this everywhere. And the man in the world function in the kingdom of Satan and he is also here in this everywhere. En de mensen in de wereld functioneren in het koninkrijk van Satan en die zijn ook hier in de aardse atmosfeer. That's why the Bible says when you are born again, you are translated, you are translated. It's like you make a movement from one place to another. It's a transfer, it's a shift. That means we all, everybody on earth operates in two realms. In the spirit world and in the natural realm. But if you don't understand the spirit world, how it functions, you can never prevail in the natural. Listen, it's not about the things you get. If things can control your life, you are still under the influence of the natural. You see, the devil doesn't mind you getting things. The devil doesn't mind you getting cars. The devil doesn't mind you getting houses. The devil doesn't mind you getting money. The devil doesn't mind you getting whatsoever you want to get. But the devil has a problem. When it has to be, it has to do with you straightening your life up to live for God. Because his target is to take down your life. Things are not his problem. Your life is his target. En de mens heeft dus
tussen twee werelden, in het geestelijke wereld en in de natuurlijke wereld. En als u bent verslagen in de natuurlijke wereld, dan bent u al eerst verslagen in de geest. De duivel, zijn doel is om u compleet te vernietigen. En dat doet hij eerst in het geestelijke en dan manifesteert het in het natuurlijke. Tell somebody, be alert. Zeg tegen iemand, wees alert. En be disciplined. En gedisciplineerd. Sometimes discipline can mean that you separate yourself from some people. En soms kan discipline zelfs betekenen dat je zelfs afscheidt van bepaalde mensen. Sometimes discipline can mean you stop talking to certain group of people. En soms kan discipline zelfs inhouden dat u ermee ophoudt om met bepaalde mensen te praten. Sometimes discipline means you change the things you see. En soms betekent discipline ook dat u de manier verandert hoe u dingen ziet. Sometimes discipline means you change where you go always. You see, it takes discipline. Ziet u, het takes discipline. To bring you where God wants to bring you. Om te brengen waar God u wil brengen. Is somebody getting this? Begrijpt iemand dit? Ephesians 6 verse 4. Vers 14. Is somebody learning something? Leert iemand hier iets? Tell somebody therefore. Zeg tegen iemand daarom. Be alert. Wees alert. And be disciplined. Wees tell somebody, therefore. Zeg tegen iemand daarom. Be alert. And be disciplined. En wees gedisciplineerd. Tell somebody, therefore. Zeg tegen iemand daarom. Be alert. Wees alert. And be disciplined. Wees gedisciplineerd. We all need that. Wij hebben het allemaal nodig. I as a pastor. Ik als voorganger. I always go back to the fundamentals. Ga altijd meestal terug naar de fundamenten. I go back to the principles of the doctrine. Ik ga terug naar de principes van de leer. I'm gonna teach that one day. En daar ga ik op een dag over onderwijzen. Because sometimes, want soms, you missed it because you refused to go back to the fundamentals. Heeft u het gemist omdat u weigert om terug naar. So you start living on this your revelation. Dus dan gaat u op openbaring leven. Ja. Let me not go there. Are we in Ephesians? Zijn we in Ephesians? Look at the net. Kijk naar je broer. Zeg je net. Yes. And be disciplined. Say, be alert. Yes. And be disciplined. Say, make up your mind. Yes. Say, make up your mind. Yes. Say, make up your mind. Yes. For this battle. Yes. Make up your mind. Yes. And be disciplined. Yes. To face anything that comes. Yes. Say, stop crying. Yes. Wipe those tears. Yes. It is time to attack. Therefore, verse 13, take up the whole armor of God.
God. That you may be able to withstand in the evil day. Evil day is coming. And the boze dag komt. It's for everybody. That's for iedereen so. It's not for somebody. For iemand alleen. It's for everybody. For iedereen so. Everybody must go through it. Iedereen zal er doorheen gaan. The Bible says. And the Bible says. And having done all. To stand. Stand therefore. Hakodosai. And having done all to stand. Be disciplined to continue to stand. En wees dan gedisciplineerd om te kunnen stand houden. It's good that you walked the devil yesterday. Het is goed dat je gisteren. But you must be ready again today to walk in. Je moet vandaag er weer klaar voor staan om weer pakslaag te geven. It's good that the person was here yesterday. But you must be willing today to heal another person in the name of Jesus. It's good that you have the victory yesterday. But there is something today that must happen also today. Having done all to stand. Stand therefore. And the Bible says. Oh Jesus, help us. The Bible says. The Bible says. Having girded your waist with truth. Do you see the same thing? En ziet u hier dan weer hetzelfde? The same text that happened in 1 Peter 1 verse 13. En het is dezelfde tekst die in 1 Petrus 1 vers 13 ook staat. Get up the loins of your mind. Put on the mind of Christ. En zet het passen der gerechtigheid op. De gezindheid van Christus. The mind of Christ. De gezindheid van Christus. I think this is too high for somebody. I think I will crack it down a little bit. You see, oh Jesus. You know, sometimes I told you here. Thank you, Jesus. You know that you know that you know that you know that you have passed an exam is when you face the things that the book is talking about. En u weet en u weet en u weet pas wat u in examen voor bent geslaagd als u die dingen tegenkomt waar het boek het over heeft. When you face it. Wanneer je erin gaat. And you prevail. En het overwint. Because it will surely come. Want het zal zeker everything komen. Everything you preach about will come. Alles waar je over predikt, dat zal komen. Everything you talk about will be tested on you. Alles waar je over praat, dat zal getest worden. And so be careful what we say. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn wat we zeggen. If you judge somebody, something will come to you. Then the Lord will say, as a matter of fact, the advice you give people, you are giving it to yourself. En laat me zo stellen, de adviezen die je aan iemand anders geeft, die zullen ook getest worden aan jezelf. Dus wees voorzichtig wat je zegt. Therefore. Daarom. Therefore, daarom, knowing wetende, that there are trials, dat er there are persecutions, vervolgingen, there are things that the enemy will bring against you. Er zijn dingen die de vijand zal brengen. Make up your mind. Zet uw zinnen dan om. Laat die gezindheid in u zijn. Fast in your belt. En begin je veiligheidsgordel strak te trekken. With the truth. Met de waarheid. The truth is the word of God. En wat is die waarheid? Het woord van God. You need the word of God, brother. Je hebt het woord van God nodig, broeder. You need the word of God in that situation. Je hebt het woord van God nodig in die situatie. You need the word of God in the thing you are dealing with. Je hebt het woord van God nodig in dat waar je in zit. That is what you must fast in your mind with. En daar moet je jezelf mee bekleden. And that is not enough. En dat is niet genoeg. Yes, you have the word. Ja, je hebt het woord. But the best defense. Maar de beste aanval is the greatest offense. Maar de beste verdediging is de aanval. You don't face the devil by talking to him. You face the devil by attack. En je gaat de duivel niet gelijk door alleen maar met hem te praten. Nee, je moet aanvallen. You don't discuss with him. Je gaat niet in de you attack. Je gaat aanvallen. You see. Ziet u. The fight that we fight. De strijd. Waar we in verkeerd zijn. It's not the flesh and blood. Is niet tegen vlees en bloed. It's not with my sister. Is
niet tegen mijn zuster. My brother. Of mijn broeder. It's a spiritual one. Het is een geestelijke strijd. And this warfare. En deze oorlogsvoering. We need you to be alert. Moet u waakzaam zijn. And to be disciplined. En gedisciplineerd. You want to be a Christian that succeeds. Je wilt dus Christen zijn die succesvol is. You need to be alert. Dan moet je waakzaam zijn. And be disciplined. En gedisciplineerd. You see, everything you need. Want alles wat je nodig hebt. Is in God. Is in God. Today I will open someone's eye. Vandaag wil ik iemand zijn oog openen. Anything that the enemy is trying to give to you. Alles wat de vijand aan je wil geven. He's telling you you're gonna be this. En zo van ja, je gaat dit worden. God has already made you that thing. God heeft je al zo gemaakt. Ik zal het je in de Bijbel laten zien. But when you receive it from the devil. Maar wanneer je het aanneemt van de duivel. He will destroy. Zal hij je weer. The devil knows you are the rightful owner of that thing. De duivel weet dat je de rechtmatige eigenaar ervan bent, namelijk. So he brings you into his world. Dus hij brengt je in zijn wereld. To attract you. Om je in de val te lokken. He starts with some nice snoeps. En hij begint met mooie snoepjes. Then he goes to a classic snoep. Dan gaat hij naar een klassiek snoepje. Then he goes to a more classical snoep. Dan is het nog. Then he goes to a higher grade snoep. Every time that you are drawn by that snoep, what you don't know, you are getting yourself into his sect and his call. Most of the time, let me not get en er zijn allemaal van die lokkertjes om u gewoon gebonden te krijgen. En, dat, en wat u niet weet is dat voordat u weet bent u in een secte beland. Bent u in zijn cult beland van waar hij u wilt hebben. Go talk to all the artists, most of these people that are singing today. En kijk maar naar al die artiesten, al die mensen die zingen. They didn't know. En ze zullen zeggen, ze wisten you niet. You see that guy that is on drugs, but he doesn't know how to live the street. One day, a drug pusher got delivered and stood before me. He was crying. Say, I didn't know. I just said, let me do it one time. I didn't know. I said, let me just do it again. I didn't know. Say, now I have a confused identity. I don't even know who am I anymore. And this person is educated. This person is talented. But a person cannot even look for a job. He said, I didn't know. I didn't know that this little money. It's going to so much destroy me in such a way that I don't know how to come out. I didn't know! Because that is how the devil works. Because it's a trap you need to think. When he gets all of your heart, gets all of your mind, he has destroyed you. En ik had te maken met iemand die bevrijd was. Iemand die een drugsdealer is geweest. En hij begon te huilen en zei, ik had helemaal geen idee. Het begon gewoon met, ah, laat me eens een keer proberen. Totdat ik eraan verslaafd raakte. Niet alleen eraan verslaafd raakte. Ik raakte er zo erg in verzeild. Ik raakte eraan verknocht. En nu kwam ik er niet meer van los. Ik had er helemaal geen idee van. En dat is wat de duivel doet. Hij lokt je met iets kleins. Maar voordat je weet ben je helemaal overgenomen. You are into something. Je zit in iets vast. You said, I didn't see this coming. En dan zeg je, ik had het helemaal niet zien aankomen. Of course he wants you to be blind. Natuurlijk, hij wil dat je blind bent. That's why the Bible said, therefore. En daarom zegt de Bijbel, daarom. Be alert. Wees waakzaam. That is the first ingredient. Dat is de eerste ingrediënt. Alertness. Waakzaamheid. Will cause you to pick things in the spirit. Zorg ervoor op dat je dingen in de geest kan oppakken. After you have picked that information. En wanneer die informatie heeft opgepikt. Be disciplined. Wees gedisciplineerd. Work with that information. Werk met die informatie. To see results. Om resultaten te zien. Are you getting this? Hoort u dat? When you sit in a classroom. Wanneer in een klas zit. And your teacher teach some things. En uw leraar onderwijst u bepaalde and dingen. It comes to you. En het komt tot u. You pick some things. Dan pikt u bepaalde dingen op. And you see sometimes you come to a place say take note. And what is he telling you? Be alert! En dan zegt de leraar van, maak er aantekeningen van, maak er aantekeningen van. Zo, en dat zegt hij dus tegen u, wees waakzaam. In school I used to put MD. When I'm listening to teachers they teach, I just put in my note MD. That is how I study. I read a lot of textbooks anyways, even though they teach me normally in class. I go back to the book itself. I was raised like that. So I always put MD. Tell somebody MD. MD means nota bene. It means take note. En elke keer als ik naar de leraar luisterde en we gingen door de stof heen. Elke keer als hij ergens de nadruk op legde, zet ik NB, nota bene. Dat betekent, dat is Latijn, en dat betekent, ja,
dat je op moet letten op dat gedeelte. When I'm studying towards that area, I come to the place envy and be more focused and give my time in it and give my energy in it and give everything in it because I know if something is coming like an exam, it will separate within that envy. So I discipline myself towards that area. En ik disciplineerde mezelf om al die stukken waar ik envy bij had geschreven, om gewoon goed te studeren. Want ik weet dat als de leraar hierbij stopt en parkeert en hij neemt zijn tijd om iets uit te leggen, dan kan je gewoon je klok erop gelijk stellen dat hij deze stof gaat overhoren tijdens de examen. That's why you hear me say, therefore! En daarom blijf ik op hameren, daarom! Get out the lines of your mind! Omgord de lendenen van uw verstand! Be sober! Wees waakzaam! Therefore! Wees nuchter! Be alert! Wees waakzaam! In the spirit of your mind! In de geest van uw verstand! And be disciplined! En wees gedisciplineerd! Wees nuchter, wees waakzaam en wees gedisciplineerd! You need it! U heeft het nodig! You need it! U heeft het nodig! You need the word of God! U heeft het woord van God nodig! The mind that you need to carry! Het verstand dat u moet hebben is the mind of Christ. Is de gezindheid van Christus. Now hear what the Bible says. En hoor wat de Bijbel zegt. Get to the book of Hebrew for me. Laat u naar het boek van Hebreeën gaan. You see. En u ziet. Your Lord and my Lord. Uw Heer en mijn Heer. Your God and my God. Uw God en mijn God. Your Jesus and my Jesus. Uw Jezus en mijn Jezus. This is what he did when he came to the earth. Dit is wat hij deed toen hij naar de aarde kwam. What he did. Wie wil weten wat hij doet? Hebreeën 10. I'm not going to learn something today. Wie van u leert iets hier? You have certain things in your life. Er zijn zekere dingen in uw leven. You cannot believe it. Waar je geen twijfels over maken. Ik kan nog zo moe zijn. So tired. Zo ontzettend moe. But sometimes I'm still. I am trying to read my Bible. En soms probeer ik, ondanks dat ik moe ben, probeer ik toch mijn Bijbel te lezen. Like I'm losing up. En soms lijkt het dat ik slaap van. Sometimes I will do everything to be awake. En soms doe ik alles om wakker te blijven. I will do everything to come to prayer. Everything is so comfortable. En ik doe alles eraan om naar gebed bijeenkomst te komen, ook al is het heel ongemakkelijk. With my bicycle is under the rain. Met mijn fietsje, of het nou onder de regen is. I have to be there. Ik moet daar zijn. By the way, I'm not doing it for nobody. Ik doe het niet voor iemand anders. I'm doing it for myself, yes. Ik doe het eerst voor mezelf. Oskelelepa. Discipline. Discipline. Will cost you everything. Zal je alles kosten. Okay, now let's go there. Because there is a tendency. Sometimes there's a lot of stuff within me. That he puts within me. Not because I know too much. Don't get me wrong. He just put a lot of things. So sometimes when I stand before people, a lot of things are happening at once. Now look at what the Bible says. You see, Jesus knew something. And Jesus wist iets. That you have to know now. Wat u ook moet weten. You want to know what Jesus knows. Wilt u weten wat Jezus wist? Look at what the Bible says. Kijk er naar Hebreeën 10. Wherefore, when he cometh into the world, he said. He said, did you still see the wherefore? Yeah. Did you still see it again? So the person is about to make a statement. I call it statements of facts. Tell somebody facts. Verse 5. Oh Jesus, I love the word of God. Ik hou van het woord van God. I love the word of God. Ik hou van het woord van God. You see my Bible still say here. Therefore. En het begint weer met daarom. When he came into the world, he said, sacrifice and offerings you did not desire, but a body you have prepared for me. But a body. So Jesus made up his mind to die. Dus Jezus had al zijn verstand erop gezet dat hij zal sterven. He made up his mind to die for you and I to be saved. Hij had al zijn verstand erop gezet dat hij zou sterven zodat u en ik gered konden. That means. Dat betekent. There will be nothing.
dat er niet zal zijn. Dat moet stoppen. Dat hem zal stoppen. Zo doe je dat. Om dat te doen. Let the devil come to the left. He said, let's go. En al komt de duivel van links, kom maar op. Let him come to the right. He said, let's go. Ook al komt hij van rechts. Let him come from the front. He said, let's go. Ook al komt hij van voor. I have a mission. I have already made up my mind. And this assignment must be accomplished. Ik heb een missie en ik heb mijn zinnen er al op gezet en deze missie moet volbracht worden. It must be accomplished. Het moet volbracht worden. You can't stop me. Je kan me niet tegenhouden. Your things can't stop me. Je dingen kunnen me niet tegenhouden. I must do what I came here to do. Ik moet doen dat waarvoor ik geroepen ben om te doen. So Jesus. Dus Jezus. Was alert. Was waakzaam. Alert. Waakzaam. En discipline. En gedisciplineerd. To fulfill his assignment. Om zijn opdracht. And his assignment was. Te vervullen. En zijn opdracht was. He has to die. Hij moet sterven. For me and you to live. Zodat u en ik konden leven. For me and you to have life. Zodat u en ik leven zouden hebben. Did it cost him something? Heeft het hem iets gekost? Yes. Jazeker. He was beaten. Hij werd geslagen. Blood came out. En bloed kwam eruit. They spit on him. Ze hebben op hem gespuugd. They treated him like a criminal. Ze hebben hem behandeld als crimineel. Like en ze hebben hem behandeld als niemand. He was so rich. Hij was zo rijk. The Bible spoke about the rope of Jesus Christ. En de Bijbel heeft het over zijn gewaad. How they even had to divide him in pieces. Hoe ze het gingen vergokken en in delen hebben. When he died. Hebben gedaan toen hij stierf. That means Jesus was wealthy. Dat betekent dat Jezus was rijk. He got everything. Hij had alles. The money did not stop him. Maar geld verhield hem not stop him. Of ook niet zijn beroemdheid. When they wanted to make him a king. Of zijn bekendheid. En toen ze hem een koning wilden maken. Said, no. Zegt hij nee. My kingdom is not of this world. Mijn koninkrijk is niet hier. I came to establish something. Ik ben gekomen om iets. I came that people would repent. Ik ben gekomen dat I have the solution for sin. Ik ben I have to die for them. Ik ben een oplossing voor de zonde en ik moet sterven voor hen. I have to die for them. Ik moet voor hen sterven. I'm not yet to be a king now. Ik ben niet hier om een koning. My second coming. Mijn tweede. I will be a king that you're looking for. Zal ik die koning zijn die ik zoeken, maar nu. My first mission. Mijn eerste missie. Is to pay the price for sin. Is om de prijs te betalen and voor de zonde. And that must be done. En dat moet come winter. Of het winter is. Come summer. Lente. Come autumn. Zomer. That must be done. Herfst. Dat moet nou eenmaal geschieden. Nothing will deviate me from that purpose. Niets zal me kunnen afwijken van dat doel. That is why I'm here. Daarom ben ik hier. That is my assignment. Dat is mijn opdracht. It must be done. En het moet gedaan worden. That doesn't mean challenges will not come. En het wil niet zeggen dat uitdagingen er niet zullen zijn. He knew it would come. Hij wist dat die uitdagingen That's zullen why zijn. Therefore. En daarom zei hij, daarom. Ooh. You see, en ziet u, those challenges, die uitdagingen, the devil, de duivel, doesn't want you to break through. Wil niet dat u doorbreekt. He doesn't. Dat wil hij niet. So, he lets you focus on it. Dus hij laat u er maar op focussen. So what does God do to you? Dus wat doet God aan u? He gives you insight. Hij geeft je inzicht. Pre-information. Voorkennis. He told you. Hij heeft tegen u gezegd. These things must happen. Dat deze dingen moeten nou eenmaal gebeuren. He said it should not be strange to you that it is happening. En het zou niet vreemd moeten zijn dat deze dingen gebeuren. You see, it is part of the package. Het is onderdeel van het pakket. And he said, don't stay there. En blijf daar niet. Because the real fight is not in the things. Want het echte gevecht gaat niet om die dingen. The real fight is when you can see beyond the things. Is wanneer je boven die dingen uit kan zien. And then. En dan. You become alert. Waakzaam worden. And you become disciplined. En gedisciplineerd. And you resist that devil. En dat je de duivel weer staat. And you tell him get out. En je zegt tegen hem. Because I have an assignment. Want ik heb een opdracht. Ik heb een reis. Ik ben een man in opdracht. En het moet vervuld worden. We are here on a mission. U bent op een opdracht. Op een missie. We are here on a mission. We zijn hier op een missie. Some people will be the poorest in heaven. Sommige mensen zullen het armste zijn in de hemel.
Because we're going to have different kinds of mansions. Want we zullen verschillende soorten huizen hebben. Ja. Some people. Sommige mensen. Let me not go there today. Laat me daar maar niet naartoe gaan vandaag. So you see Jesus. Dus je ziet Jezus. Verse 6. Vers 6. In burnt offerings and sacrifices for sin you had no pleasure. Then I said, behold, I have come in the volume of the book. It is written of me to do thy will. To do what? Your will, O Lord. To do your will. Because it is God's will. En omdat het Gods wil is, God will fight for you. Zal God voor u vechten. Because you are pleasing him. En omdat u hem behaagt, in them he makes things work. Dan zal hij ervoor zorg dragen dat het werkt. You don't work. U werkt niet. He does the job. Hij doet het werk. Because you always meet him where he is. Want u zult hem ontmoeten daar waar hij is. You meet him on the pathway in which he walks. En u zult hem ontmoeten daar op het pad waar hij wandelt. So before you go through that Red Sea. Dus voordat u door die Rode Zee heen moet. You walk through the Red Sea by his spirit. Dan zult u door de Rode Zee wandelen in zijn geest. You will look at the Red Sea. En u zult naar de Rode Zee kijken. How am I going to go through? En u zegt, maar hoe ga ik hier doorheen? He look at you. En hij kijkt naar u. He said, my son. En hij zegt zo. My daughter. Mijn dochter. This is my will. Dit is mijn wil. Don't worry. Maak je niet druk. I am going through it. Ga doorheen. Then you can follow. Dan kunt u volgen. And when he goes through it. Wanneer hij er doorheen gaat. There is place for you to walk. Er is een plaats voor you te wandelen. En dan gaat u op droge grond. Luister. Your mind must be made up. Uw verstand moet erop gezet zijn. It's not your battle. Het is niet uw strijd. It is his battle. Het is zijn strijd. Because you are doing his will. En omdat u zijn wil doet. Anything that comes against you. Alles wat tegen u komt. Is God himself. Komt tegen God zelf. Because you are living to bless him. Want u leeft om hem te behagen. Anything that comes against you. En alles wat tegen u opkomt. Comes against God first. Kom tegen God eerst. It is his work. Het is zijn werk. He called you to do the job. En hij heeft u geroepen. He will provide the tools for the job. En hij zal he will equip you for the job. Hij zal de gereedschap geven en u toerusten. Though you have the tools and though you have all the instruments for the job, he still does it through you. En ook al heb je gereedschap en ook al geeft hij rust hij u toe, hij zal het toch door u heen doen. He does it through you. Hij doet het door u heen. He God. Hij God. That's why Jesus said. Daarom zei Jezus. You know, this is my most favorite text. Dit is mijn meest favoriete tekst. I believe the day that I was in the parking, I went to wash my car. I believe I met an angel. En ik geloof dat ik echt een engel ben tegengekomen op het moment dat ik me ergens mijn auto had geparkeerd en aan het wassen was. En hij zei tegen, hij kwam naar mij toe. He asked me a question. Hij stelde me een vraag. What is your favorite Bible text? Zeg, wat is je favoriete Bijbeltekst? It was a white man. Was een blanke man. What is your favorite Bible text? Wat is je favoriete Bijbeltekst? I look at him. Ik kijk hem aan. Ik keek hem aan. So what are you people doing? Ik zeg waar. I said, no, we are in Breda. We are trying to do something. And during that time, I was traveling to Breda back. So I got his phone number. I tried to call him. The number never went. En ik probeerde hem te bellen, maar het nummer ging niet. He just tell me some stories. We are in Breda, we are, and you know, I phoned the team, but I'm here today, and I'm that, and that. I said, okay, it's good. I love all the things you are telling me. What is your number? He gave me the number, but I tried to reach it today. I never reached it. But he asked me a question. The first thing, I was with my boy. En ik was met mijn zoon, en hij stelde me vragen. Hij vertelde dat hij uit Breda kwam en dat was de tijd dat we ook naar Breda gingen. I went to wash the car. Ging de auto wassen. And I hear him. When he answered that question. Toen hij me die vraag stelde. And I said. En toen zei ik. This is my favorite text. Dit is mijn favoriete Bijbeltekst. Let this mind be in you. Laat deze gezindheid in u zijn. Which was in Christ Jesus. Die in Christus Jezus was. Who being in the form of God. In de vorm van God. Not even probably to equal with God.
before I get to that statement, not probably to hear what we got there. The guy finished the whole text. Then he looked at me. He said, God bless you. Then I looked after a while. I said, no, let me check again. I didn't see the guy. And I didn't see the guy. So I tried to call to the number. I did not go through. But what do I want to tell you? En wat wil ik hier nou u mee zeggen? Want ik citeer de Bijbeltekst en hij maakte het zelf af en hij zei tegen mij God zegen en ik probeerde met hem in contact te komen. You see this text? Zie je deze tekst? Is the whole purpose why we are here? Is het hele doel waarom we hier zijn? What did Jesus make up his mind about? Waar heeft Jezus nou zijn zinnen opgezet, zijn verstand opgezet? Go to Philippians. Laten we naar Filippenzen gaan. Is somebody learning something? Don't worry. Next week. Volgende week. We'll be talking about discipline. We hebben het over discipline. And also we'll be talking about having a strong mind. En ook hoe je een sterk verstand kan hebben. How many of you want to have a strong mind? Wie van u wil een sterk verstand hebben? Some people say, I think you are stubborn, Pastor. You are just stubborn. It's like the way you think about your things. You are stubborn in that direction. I'm not stubborn. It's a spiritual thing. En it's just a spiritual thing. U bent gewoon koppig. Als u iets wilt doen, dan wilt u dat gewoon blijven doen. Nee, het is iets geestelijks. It has nothing to do with me. Het heeft niks te maken met mij. A man can do nothing. Mens kan niets doen. Unless or receive anything. You cannot do anything without God giving you the ability to do. Tenzij God u het vermogen heeft gegeven om het te doen. That's why many people are not consistent in the things they do. Daarom zijn vele mensen niet consistent in de dingen die ze doen. Philippians 2. Filippenzen 2, vers 5. How many of you are here? Don't worry, very soon we're gonna close, then we're gonna thank God, then I'm gonna let you go home. Ah. And then you digest all these things because next week I'm just still in Bethel. Tell somebody Bethel. See, I did not enter verse 14 yet. When I enter verse 14, something else will happen in your spirit. When I go into verse 15, something will happen. And when before I enter verse 17, a whole lot of explosion will happen in this place. Because I have come to a place that I have seen many people get defeated for things that they are not supposed to. And the devil is taking advantage of unbelievers for nothing. It's time for us to say, enough is enough. En we zijn in vers 14. We hebben vers 14 niet eens afgemaakt. Wanneer ik naar 15 ga, tot en met 17, dan zal er echt alle geestelijke manifestaties en explosies plaatsvinden. Want heel veel mensen raken verslagen. Maar het is tijd dat we op gaan staan en gaan zeggen, het is genoeg. Are we there? Zijn we daar? Oh, thank you, Jesus. Tell somebody, I love the word of God. I love the word of God. You know, you must keep on saying. Somebody asked me one day, where did you get this thing? Father, we love you. Father, we love you. Father, we love you. I was in my house, and we were praying. We were still in the house. And the Lord taught me something. We were in the house. Translate this for me, please. En iemand vroeg eens een keer van, ja, waar komt dat nou vandaan? Vader, we houden van u, we houden van u, we houden van u. En dat was de tijd dat we nog steeds in het huis waren. And the Lord told me. En de Heer zei tegen me. What you want to see? Wat wil je zien? Keep on saying it. Blijf dan zeggen. Over your lives. Over uw leven. And don't just say it. En zeg het niet alleen. Mean what you say. Meen ook wat u zegt. He said, you see. Ziet he u? Taught me something. Ik manifesteer mijzelf in liefde. So whenever we say, Father, we love you. Dus elke keer wanneer wij zeggen, Vader, we houden van je. Something happens. Dan gebeurt er iets. And I noticed in this church when the new people come for the first time again, it's wonderful for them. What is this? En de eerste keer als mensen komen, zegt ze, goh, wat mooi. Because you are not dealing with a man. Want je hebt niet te maken met een mens. You are dealing with your father.
Die hebt te maken met je vader. God Almighty. God Almachtig. He said, I love you. Hij zegt tegen hem dat hij van hem houdt. He said, my daughter, my son, I love you. En hij zegt, ik hou van jullie. And my presence is with you. En mijn tegenwoordigheid is met jullie. That is what they literally mean, my presence is with you. En dat is wat het letterlijk betekent, mijn tegenwoordigheid is met jullie. He manifests in love. En hij manifesteert zichzelf in liefde. So today that some for you for the first time. En sommige mensen hebben vandaag voor het eerst gehoord. That is how it was born. Zo is het geboren. We don't just do things because it's tradition. En we doen niet dingen omdat het traditie is. I'm not a traditional preacher. There are many nice traditional preachers out there. En zijn, ik ben niet een traditionele prediker. Er zijn velen daarbuiten. Oh, kabahi tai mata sibaha tai. Lokabinde, lokabinde. 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 And let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. The question is. De vraag is. Let this mind be in you. Laat deze the mind was in Christ. This is Jesus. Was in. This is Jesus. Dus Jezus. Okay. Okay. Let this mind be in you, which was in Christ Jesus. Now the question that you must ask, what was in Christ Jesus? What was now in Christ Jesus? Who was in Christ Jesus? Talk to me. Who was in him? Who? The Holy Ghost! And wie was in Christus Jesus? De Heilige Geest. He is the mind of Christ. Hij is het verstand van Christus. God is not talking about your little brains. God heeft het niet over die paar hersenen die je hebt. So when the Bible says, get up the loins of your mind, it's not talking about your little head. En wanneer God zegt van, omgord uw lendenen van uw verstanden, heeft hij het niet over je kleine hoofd. Talking about your spiritual mind. Nee, hij heeft het over je geestelijk verstand. Fasten in the word of God. Laat het gevastend zijn. Laat het in het woord van God helemaal erin zijn. Let this mind be in you. This mind, this mind. Deze dit verstand moet dus in Christus zijn. Now the Bible says. Open to 1 Corinthians 2:16. What did the Bible say? Laat het naar 1 Corinthians 2 vers 6 gaan. En wat zegt de Bijbel? 16. 1 Corinthians 2 vers 16. Want wie heeft de gedachte van de Heer gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachte van Christus. We have the mind of Christ. We hebben de gedachtegang van Christus. For God has not given us the spirit of fear. Maar God heeft ons niet gegeven de geest van hardheid. The spirit of power. Maar de geest van kracht. And of love. En van liefde. And of sound mind. En van bezonnenheid. Sound mind means disciplined mind. En een bezonnenheid betekent dat je gedisciplineerd verstand hebt. A disciplined mind. En een gedisciplineerd verstand is, the Holy Ghost. Is de Heilige Geest. Is the one that disciplines you. Want hij is degene die je disciplineert. He trains you to walk in the things of God. En hij traint u in de dingen van God. He is the mind of Christ. Hij is het verstand van Christus. He is the one that walked with Jesus. Hij is degene die met Jezus wandelde. He is the one that helped Jesus to do what he did. En hij is degene die Jezus liet doen wat hij deed. Jesus could not do it on his own. En Jezus kon het niet zelf. So he helped Jesus to be alert. Dus hij hielp Jezus om alert te zijn. And disciplined. En gedisciplineerd. Alert. Alert. And disciplined. En gedisciplineerd. He makes him to know better. En daarom. I have taught you. Heb ik u geleerd. That these things must happen. Dat deze dingen moeten gebeuren. Therefore. Daarom. Be alert. Wees alert. I'll show you how. En ik zal laten zien. Be disciplined. Wees gedisciplineerd. I'll teach you how. Ik zal leren. So you did not tell Jesus, do it by yourself. Dus hij zei niet tegen Jezus, los het maar zelf op. Do it by your ability. Doe het in je eigen kunnen. That's why the Bible says. En daarom zegt de Bijbel. I can preach myself happy. But I don't want to preach myself happy. Yeah, what the Bible says. Our sufficiency is not of ourselves, but of God. Hallelujah. Who has made us able ministers of the Spirit, for the letter giveth, but the Spirit giveth life. 2 Corinthians
somebody get these. 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 3, 5 tot 6. Good. That's somebody. We have the mind of Christ. We have the mind of Christ. We have the gezindheid van Christus. That's somebody, the mind of Christ is in me. De gezindheid van Christus is in mij. So I have the Holy Ghost in me. Ik heb de Heilige Geest in mij. The Spirit of God is in me. De Geest van God is in mij. He is the mind of Christ. He is my disciplined mind. Hij is mijn gedisciplineerde verstand. Now hear what the Bible says. En hoor wat de Bijbel zegt. Lord Jesus, not today, our plan to close 9:00. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. He became humble because of the Holy Spirit. And the Bible says, the man himself of no reputation, taking the form of a servant, he became a slave. And coming in the likeness of man, he lay aside his throne, his glory, his honor, his fame, his title. There are people that, wherever they go, they still want to show to people that I am that, I am a doctor, I am this, I am. Jesus put all that one aside. En Jezus legde al zijn heerlijkheid, zijn titels, al die dingen legde hij aan de kant. Sommige mensen kunnen dat niet. Die moeten altijd maar tegen iedereen alles vertellen dat ze een dokter zijn, dat ze dit zijn, dat ze dat zijn. Maar Jezus heeft alles gewoon aan de kant gelegd. And being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Let me not go that far. Let me just stop today in the place of let this mind be in you. En laat me niet zo ver gaan dat Jezus gehoorzaam was tot de dood. Maar laat me parkeren bij laat deze gezindheid in u zijn. The mind of Christ. Dat u de gezindheid van Christus heeft. That's what makes you to be disciplined. Want dat zal ervoor zorgen dat u gedisciplineerd bent. The Bible says out of the abundance of the heart the mouth speaks. Want uit de veelvuldige dingen van het hart spreekt de mond. What you see. Wat u zegt. Is what is in you. Is wat in u is. The way you act. De manier hoe u zich gedraagt. Because of what goes. You cannot lie to me. I just know the way you act. It's because of what goes on in you. En u kunt niet tegen mij liegen, want dat hoe u zich gedraagt, het heeft ermee te maken wat er in u omgaat. Is somebody getting it? Hoort iemand dat? It is very important. Het is heel erg belangrijk. We need to be disciplined. En we horen gedisciplineerd te zijn. We need to be alert. We moeten alert zijn. Warfare. Want oorlogsvoering. You need that two ingredients. Heb je die twee ingrediënten nodig? You need that two ingredients to fight. Je hebt die twee ingrediënten nodig om te vechten. You need to know the will of God. Je moet weten wat de wil van God is. You know. In het boek van 2 Timotheus. In het boek van 2 Timotheus. Chapter 4. Hoofdstuk 4. Vers 2. Vers 2. Don't mind me about these scriptures. I didn't plan the scriptures. And don't never get intimidated when you hear these scriptures. Just stay with the little you have and take these ones that you are hearing. Start studying them. God will add more. Hallelujah. Amen. Raak niet geïntimideerd omdat ik zoveel Bijbelteksten citeer. Ik bedoel, het is allemaal een proces. En het is... Yeah, what Paul told Timothy. Juist de bedoeling dat je de Bijbelteksten opschrijft. Dat je ze bestudeert en er gewoon toevoegt aan dat wat u heeft. Yeah, what Paul told Timothy. En hoor wat Paulus tegen Timotheus zei. I love this text. And I preach this. This is my most favorite message. He said in three words, preach their word. En ik hou van deze prediking. Want het zegt, predik het woord. Why? Waarom? The word of God. Het woord van God. Is solution to your spirit. Is food for your spirit. Is een oplossing voor de geest. Is food for your spirit. Het is een voedzaam voor de geest. It is solution to your mind. Het is een oplossing voor uw verstand. It strengthens your body. En het bekrachtigt uw lichaam. So Paul told Timothy. Dus Paulus zei tegen Timotheus. No matter what goes on.
Maakt niet uit wat er aan de hand is. In the life of people. Leef van mensen. Let me see you are doing things. Laat me zeggen wie heeft mijn dingen te maken. God doesn't want me to come to you and say, you know, sister, it's going to be fine. No. That's nonsense. Because when I leave you, that feelings will stay calm. But God wants me to sit down. I open the scriptures for you. I show you what the devil is trying to do. Somebody translate this for me, please. Maar wat wij vaak doen is dat we sympathie tonen voor iemand. Zeggen, oh ja, wat vervelend, ik begrijp het. En we proberen iemand gerust te stellen. Maar dat is onzin, want dat gaat niet blijven. Het moment dat je weg bent, gaat die persoon precies weer in dezelfde situatie terug. Wat we moeten doen, is het woord van God aan die persoon geven. Dat heeft eeuwigheidswaarde, dat blijft. God doesn't want us to be telling people stories. En God wil niet dat we mensen verhalen gaan vertellen. Jesus is not a story. Want Jezus is geen verhaal. En hij is het levend geworden woord. Give the people the word. Geef de mensen dus het woord. Speak the right word at the right time. Spreek het juiste woord op het juiste tijd. To their spirit. Aan hun geest. That is what they will remember. Dat is wat ze zullen herinneren. If they lost their loved one. Als hun geliefde zijn kwijtgeraakt. And the person was a Christian. En die persoon was een christen. Tell them that the person did not die. En zeg dan tegen die persoon is niet dood. The person does take a transit. De persoon is verhuisd. The person is resting. De persoon heeft een overstap gemaakt. And that is the best for the person. En dat is het beste wat die persoon kon doen. Teach them things. En onderwijzen deze dingen. Can you imagine? Kunt u zich voorstellen dat die broeder een bedrijf heeft en uw broeder en uw broeder and not doing very well in business. Doet het heel goed in zaken doen. Are you gonna be angry? Gaat hij dan boos zijn? We're gonna be happy. Gaat hij blij zijn? So where you went is far more better than here. Dus waar ze zijn is veel meer beter dan hier. Praise God. Prijs God. That we are waiting for you. Dat ze op u wachten. That we're gonna join them one day. Dat ze op een dag ook ze zult vergezellen. You may not see them now. U mag ze misschien nu niet zien. You miss that touch. En u mist die aanraking. You miss that conversation. Of die gesprekken. But you know, maar weet u. That every day, dat elke dag. Ze naar u kijken. Elke dag. They cannot talk to you, no. Ze kunnen niet met u praten. Maar ze kijken wel goed. For you. Ze wachten op u. And I tell you. Every time. That you are about to go, you are about to book the devil. They say, come on, Sister Ellie, you can do it. Come up, come up. You sense all those heavenly hosts. They say, come up. The devil is on. Ah, Matadobo Sibata. May you book the leg, may you book the head, may you book everything. May you book it, may you book it. They are there talking with you. They say, book that devil. Whoop it, whoop it, whoop it, whoop it. In the name of Jesus. Amen. En ze zijn daar in de hemel en ze moedigen u aan. En ze zijn daar om u aan te bemoedigen. En ze zijn daar om u te cheeren gewoon. Om daar waar u doorheen gaat. Daar waar u de duivel te schande brengt. Daar waar u op dat moment door heel moeilijke dingen gaat. Ze staan daar en ze zeggen, kom op, maak hem af. Geef hem een goede rechtse, geef hem een linkse. Trap hem in elkaar, vermorsel zijn kop. Whoop it! That is what you have to do. En dat is ook wat so stop staying and crying. So what are you doing? Stand up, please. En ga dan niet bij de pakken neerzitten en zelf medelijden hebben en janken, want dat heeft geen zin. Stand up, please. Ga staan. Maybe what they did not fulfill. Misschien dat wat ze niet konden doen. You continue from there. You take over the power from the next. En dat hij gaat u nu overnemen. U heeft het stokje overgenomen om door te rennen. Let this mind be in you. Laat deze gezindheid in u zijn. The Bible said, therefore. En daarom. Get the loins of your mind. Om God te lendelen van uw verstand. Fast in your belts. En doe uw veiligheid. Prepare for battle. En zorg ervoor dat u klaar bent. Be alert. Wees alert. Be disciplined. Wees gedisciplineerd. And tell this devil. En zeg deze duivel. You have to go. Je moet gaan. You have to go. Je moet gaan. Your mind must be framed that way. En je verstand moet op die op zo'n moment moet zo gestructureerd zijn. Your mind. Je
verstand. It must be free. Het moet op zo gestructureerd zijn. Somebody said to me one day. Iemand zei eens een keer tegen mij. Pastor. Pastor. What do we need to discipline? Wat moeten we disciplineren? We will get there. We komen daar. We will get there. We komen daar. How can you have a strong mind? Hoe kan je een sterk verstand hebben? We are getting there. We komen daar. You must know these things. Je moet deze dingen weten. The way you are disciplined. Want wanneer je gedisciplineerd bent. Something begin to happen to you. Dan gebeurt er iets met u. The Bible says. De Bijbel zegt. Submit yourself therefore unto God. Onderwerp uzelf dan aan God. The devil. You see, you can never resist the devil. En je kan de duivel niet weerstaan. When you are not submitting. Als je niet onderwerpt. So when you start becoming disciplined. En als je gedisciplineerd bent. You start telling God. Zeg het tegen God. Nevertheless. Ondanks alles. Not my will. Niet mijn wil. But God be done. Maar u wil geschieden. Nevertheless. Ondanks alles. Not my will. Niet mijn wil. But God be done. Maar u wil geschieden. You are not praying the prayer. Father, let this cup pass me by. But you say, Father, if this is your will, let me drink from this cup. Because out of this cup is going to bring glory. I am going through it. I am facing the devil. I am not quitting. I am pressing on. Because you are the one fighting through me. En u bidt niet een gebed van ja, laat deze beker aan mij voorbij gaan. U zegt nee, heren. Want ik weet dat als ik uit deze beker drink, dat er glorie uitkomt. You must come to that place. U moet op dat punt komen. Having a strong mind. Dat u sterk verstand heeft. That's somebody strong. Een sterk verstand. That's somebody disciplined.